Dus ik had nog een puntje en dat ging over eigenlijk over dat samenwerken. Ja. Dus wat je ziet, wat het probleem is wat veel mensen hebben. Dus dat hebben designers hebben een probleem, maar ook developers hebben een probleem. Dat is dat er wordt een hele nieuwe werkwijze van ons verwacht. We moeten op een andere manier moeten we aan de slag. Ja. Nou, dat is voor iedereen lastig. Mm-hmm. Ik denk eerlijk gezegd zelf dat het voor designers het lastigst is. En waarom? Omdat daar wordt gewoon echt iets heel anders van verwacht. Ook voor designers is het ook iets totaal nieuws. Alles wat we altijd deden, mm-hmm. Alle media die we vormgaven tot voor kort, ja. Was fixed. Had een hoogte absolute, en een breedte. Ja. Dus als je een boek maakte, dat was de papiergrootte. Klaar. Ja. Als je een film maakte, specifiek formaat film, klaar. Ja, precies, ja. Alles had altijd een vaste hoogte en een breedte. Nu ineens op het web is dat niet zo. En dat is volledig nieuw. Dat is... Ja, inderdaad, ja. Ik vraag me af ook al hoe we met andere media er dan mee omgaan. Dat wordt ook nog wel spannend. Ja. Maar dat is dus... Het is vooral... Dus dat is iets nieuws. Een ander nieuw ding is dat we op het web juist jarenlang dus met die watervalmethode hebben gewerkt. Ja. Waardoor mensen... designers hoeven er nergens rekening mee te houden. Nee, precies. Ja. En dat is ineens ook anders. Want mm-hmm. nu moet dat ineens weer wel. Ja. Dus dat is nogal een verandering. Maar aan de andere kant van front-end developer is het ook weer anders. Want van een front-end developer wordt nu ineens verwacht dat hij mondig wordt. Dat hij niet meer puur uitvoerend is. Maar dat hij meedenkt in het creatieve en in het development proces. En ja. dat hij dus wat anders gaat. Dus het is een hele interessante periode. En daar heb je dus echt een andere werkwijze voor nodig. En mijn goede vriend Steven Hay heeft daar toevallig een boek over gepubliceerd deze week. Dat is gaaf. Waarin hij dit echt perfect uitlegt. De problematiek van wat er aan de hand is. Ja. Ook uitlegt van hoe het in elkaar zit. Wat het probleem eigenlijk is met de deliverables die we nu hebben. Dus wat is er mis met Photoshop... bestanden. Ja. Wat is er mis met gedetailleerde wireframes? En ook waar komen ze vandaan? Hè? Hoe komen we erbij om die dingen te maken? Ja. En hij geeft alternatieven. Dat is het enige kritiekpuntje wat ik heb op het boek. Het boek is echt heel erg goed. Mm-hmm. Puntje waar ik mee zit is dat hij komt met oplossingen die geniaal zijn, maar ook technisch zijn. En hij verwacht eigenlijk van designers dat ze gaan CSS'en en dat ze gaan dat ze met de command line bezig gaan. Oh. En ik ben het helemaal met hem eens, want we hebben namelijk geen betere tools, hebben we gewoon niet. Nee. Adobe maakt flut tools voor het web, dus we moeten het met dat soort handwerk doen. Maar die tools die moeten komen dus. Die tools moeten er komen, maar ja. de op dit moment hebben we ze niet. Dus als je nu een goede website wil ontwerpen, zal je moeten kunnen CSS'en. Ja. Ik ben het met hem eens, maar ik ben bang dat een hoop mensen die, een hoop designers die dat boek gaan lezen, dat die zullen afhaken op de momenten dat er iets technisch staat. En dat die, terwijl er zo ontzettend veel goede informatie in het boek staat. Dus koop het boek. Ja. Sla wat mij betreft de technische stukken over als je die eng vindt. Ik zou je aanraden. Of laat het uitleggen. Ik zou aanraden om het wel te volgen. Het is goed uitgelegd, het is goed geschreven. Okay. Toegankelijk geschreven. Ik zou zeggen, probeer het wel, die technische delen. Maar als je er echt allergisch voor bent, zoals veel designers zijn, sla ze dan over en lees de rest wel. Want het is namelijk echt een fantastisch boek. Okay. Voor zover. Nou, als er een aanrader kan zijn. Reclame. Ja, tot zover het reclameblok. Wij worden gesponsord door Steven Hay. Ik word er niet eens door gesponsord, maar ik vind het echt een heel goed boek. Nou, echt goed en belangrijk ook. Ja, ik las dat je was het aan het lezen in Readmail en je wilde alles gaan highlighten. Ik heb volgens mij 100 bladzijden nu gelezen, ik heb nog niet uit. En, alles is geel. Ik heb bijna alles gehighlight. Ik had nog veel meer kunnen highlighten. Ja, precies. Ja. De lidwoorden bijvoorbeeld, die tussen de Het is echt erg goed geschreven.
Oké. Okay. Goed. Nou, Steven, daar is je plug. Ja. We rekenen straks wel af. Doei. Doeg.